zometeen nog altijd. Dit zijn de handen van Tom van der Linden. Hij moet er als fysiotherapeut van FC Os voor zorgen dat bijvoorbeeld topscorer Tom Boeren vrijdag tegen RKC Waalwijk topfit is om weer het net te vinden. Tom houdt wel van goed doordrukken, zeg maar. Maar dat is wel goed. Eventjes pijn lijden, maar daarna wordt het wel een stukje beter. En dit zijn de handen van zijn vader Kees van der Linden. Ook fysiotherapeut, maar dan bij PSV. Vader en zoon dus, maar ook collega's. En hopend dat ze elkaar ook bijvoorbeeld in het Philipsstadion eens gaan tegenkomen. Dat lijkt me echt waanzinnig om dat ooit mee te maken. Wellicht ooit met de beker, of laten we het zeggen, met FC Os misschien. We hebben afgelopen jaar met de Kuip natuurlijk iets heel moois meegemaakt. Misschien kunnen we een keer naar Eindhoven. Zo'n Tom komt net kijken, maar heeft ambitie. Want werken bij het bescheiden FC Os is toch iets anders dan bij het grote PSV. Natuurlijk zijn we een klein duimpje, zoals je het zegt. Maar er moet ook een streven zijn, denk ik. PSV is natuurlijk wel het ultieme doel. Want zoals een voetballer van FC Os via PSV misschien vanuit het buitenland wil jij dat als fysiotherapeut verzorger ook? Ja, ik denk dat niet anders werkt. Ik hoop dat hij mijn stokje overneemt. En ik hoop, en daar ben ik ook van overtuigd, als ik zie hoe goed dat hij het nu al doet, dat hij ook stappen binnen betaalde voetbal kan maken. Maar dat is toekomstmuziek. Net zoals er voor voetballers van FC Os nog werk aan de winkel is om een stap hoger te zetten, geldt dat ook voor Tom. Ik wil uiteindelijk net zo goed worden als hij. Natuurlijk denken mensen eerst, het is er zo'n van. Maar uiteindelijk wil ik me ook gewoon bewijzen.